Hoi, welkom op het kanaal van Happy Healthy. Leuk dat je kijkt. In deze video geef ik je mijn beste tips om ervoor te zorgen dat je een gezonde lunch binnenkrijgt. Lunch is voor velen de maaltijd van de dag die het moeilijkste is om gezond te maken. We zijn vaak onderweg, we zijn druk, we zijn op werk, we zijn op school. En dan kan het heel lastig zijn wanneer je zo druk bent om een gezonde keuze te maken. Je ziet ook veel mensen die bijvoorbeeld in de kantine op hun werk of op school dan een lunch uitkiezen. En dan is het nog moeilijker om een gezonde lunch te kiezen. En daarom is ook mijn eerste en belangrijkste tip: zorg ervoor dat jouw lunch van tevoren al klaargemaakt is of gepland is. Maak je lunch desnoods de avond of de ochtend van tevoren. Neem deze mee naar je werk of naar school of zet het thuis in de koelkast als je bijvoorbeeld thuis werkt. Zodat je echt alleen maar dat bakje of dat zakje uit de koelkast hoeft te halen en je lunch meteen op kan eten. Dit maakt de ruimte om een ongezonde keuze te maken veel kleiner omdat je je lunch al klaar hebt staan. Mocht jij nou toch graag je lunch bijvoorbeeld in de kantine of op straat ergens kopen, zorg er dan voor dat je van tevoren al bedacht hebt wat je gaat nemen. Op het moment dat jij plant om een gezonde keuze te maken, is de kans groter dat je die keuze dan ook daadwerkelijk maakt wanneer je druk bent en honger hebt. Je wordt minder verleid door last minute ongezonde keuzes en je kan ervoor zorgen dat je die gezonde lunch binnenkrijgt. Nou vraag je je misschien af, ja, maar wat is dan precies een gezonde lunch? Nou, ik zal je een paar tips geven waar je op kan letten om ervoor te zorgen dat je een gezonde lunch samenstelt. Allereerst is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je lunch verzadigend werkt. Hierbij is een goede bron van eiwitten en vetten essentieel. Er is namelijk gebleken dat eiwit het meest verzadigende macronutriënt is van de drie macronutriënten. En dat vetten op de tweede plek komt omdat deze de maaglediging vertraagt en dus ook een hele verzadigende werking heeft. Wanneer jouw lunch verzadigend werkt, is de kans kleiner dat je in de namiddag honger krijgt en met ongezonde dingen gaat snacken. Nou, hoe krijg je gezonde vetten en eiwitten binnen? Nou, er zijn een aantal producten die bijvoorbeeld een combinatie van de twee zijn. Denk bijvoorbeeld aan vette vis of aan een eitje. Maar je kan ook voor een magerdere variant van eiwit kiezen. Denk bijvoorbeeld aan kip, kalkoen of bijvoorbeeld de vegetarische variant. Tofu, tempeh, bonen. En combineer dit dan met een gezonde vorm van vet. Dus bijvoorbeeld avocado, olijfolie of noten en zaden. Vervolgens kijken we naar een bron van koolhydraten. Koolhydraten zijn belangrijk om jou over de dag heen energie te geven. Wel is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je complexe koolhydraten kiest. Nou, waarom moet je nou voor complexe koolhydraten kiezen? Complexe koolhydraten zijn koolhydraten die rijk zijn aan vezels. Nou, die vezels zorgen onder andere voor een verzadigend gevoel en die zorgen ook voor gezonde darmen. Maar die complexe koolhydraten zorgen er ook voor dat de energie langzamer afgegeven wordt aan jouw lichaam, waardoor je die dip aan het einde van de middag kan voorkomen. Wanneer jij simpele koolhydraten eet, zal je merken dat je na de lunch even heel veel energie hebt, maar dan vrij snel al een crash in energie hebt. Dit heeft te maken met de te snelle afgifte van suikers in jouw bloed, waar jouw lichaam vervolgens heel hard voor moet werken om die weer omlaag te brengen. Zorg er dus voor dat als je graanproducten eet bij de lunch, dat je kiest voor volkoren varianten. Dus bijvoorbeeld volkoren brood of volkoren crackers. Maar kies er vooral ook een keertje voor om eens iets anders dan brood te eten. Denk bijvoorbeeld eens aan zilvervliesrijst, aan quinoa, aan bulgur, volkoren couscous. Dit zijn allemaal andere producten en hoe meer jij varieert, hoe meer vitamines en mineralen jij ook binnen zal krijgen op de dag. En wil je het nou helemaal goed doen, probeer dan ook wat groente bij de lunch te eten. De gemiddelde Nederlander haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van groenten, namelijk 250 gram per dag, niet. Probeer dus eens bij de lunch wat groenten al te eten, zodat je 's avonds minder groenten hoeft te eten om die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te halen. Denk bijvoorbeeld eens aan plakjes komkommer of plakjes tomaat op je brood, misschien wat sla, misschien wel een maaltijdsalade, nou dan krijg je natuurlijk al veel meer groenten binnen. Of misschien wat worteltjes met bijvoorbeeld wat guacamole of wat hummus erbij. Ook een rijk gevulde soep met groenten is een hele goede optie. En dit zijn allemaal makkelijke manieren om meer groenten op de dag binnen te krijgen. Nou, mocht jij nou voor die maaltijdsalade kiezen, let dan wel op wanneer je hem niet zelf maakt, dat vaak als je het kant-en-klaar koopt, dat er toch wel erg vettige dressings in zitten. Soms zitten er croutons op die ook niet al te gezond zijn. Dus probeer erop te letten dat die dressing gezond is. Mocht je het bestellen bij een broodjeszaak of iets dergelijks, vraag dan of ze de dressing apart willen houden en maak je eigen dressing.
Een hele simpele en gezonde dressing is een beetje azijn, een beetje olijfolie, een beetje citroensap en wat zout en peper. Je ziet namelijk vaak dat kant-en-klare dressings toch vaak toegevoegde suikers bevatten en niet altijd de gezonde vetten. En mocht je na de lunch nou heel erg behoefte hebben aan iets zoets, kies dan voor een stukje fruit. Niet alleen zitten hier gezonde vitamines in, het zorgt er ook voor dat je niet een al te hoge piek in je bloedsuikerspiegel krijgt. En ook met fruit raakt de gemiddelde Nederlander vaak niet die 250 gram per dag aan. Dus raad ik je aan om bij de lunch ook gewoon een stukje fruit te eten. Mocht jij zelf nou goede ideeën en goede recepten hebben voor een gezonde lunch, laat ze vooral even achter hieronder in de reacties, zodat we er allemaal inspiratie uit op kunnen doen. Vond je dit een leuke video? Klik dan even hier om je te abonneren op ons kanaal. Kijk op happyhealthy.nl voor meer informatie en daar vind je ook onze afslankreceptenbijbel, ons kookboek met meer dan 100 gezonde recepten om mee af te slanken. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Tot de volgende keer. Doeg!